Hey, in je Game. Welkom bij een nieuwe episode van Factorio. En ja, vandaag wil ik. Um, aan de zom van Blauwe Science Park zijn natuurlijk al een beetje mee begonnen. Want we hebben Advanced Circuits, Dus we zijn al onderweg. We hebben wel filter Insertors nodig. En daarvoor hebben we eerst uh, normale een uh, Normale fast-inserters nodig. En weet je wat dat is? Ik heb hier bijna. Nou, ik heb hier alle benodigdheden. Ik heb um, inserters. Ik heb electronic circuits. Ik heb iron plates. Um, ik heb eigenlijk alles en ja ik zat even te kijken al heb ik geen gear wheels nodig maar dat is niet het geval maar het maakt niet uit natuurlijk maar die hebben we hier ook liggen uh, wat dan wel wat ding is um, is het dan handig om alleen ja dat we dat dan wel even doen we filteren voor de eerste dat ik een filter te gebruik deze map maar we filteren hier gewoon de armor plates eruit dat lijkt me het makkelijkst um, ja want die zijn voor de rest natuurlijk niet nodig gaan we hier naar beneden en dan is het wel leuk als we ook weer uit kunnen. Ja, ik ga het maar heel veel snel met de hand craften. Um, ik heb natuurlijk wel, ja, ik produceer nog steeds geen vast underground belts. Uh, het is op zich, het is niet nodig, maar kan handig zijn. Oké, okay, dat gaat nu naar beneden. Dit is gewoon handig, weet je. Ik okay, heb alles lekker op één plek. En, ja, weet je wat het is? Ik heb hier wel heel mooi deze transferbelt zo gedaan. Maar waarschijnlijk ga ik deze ijzerarmen uiteindelijk uitbreiden. Dus dat betekent dat ik dit voor de zekerheid even ga aanpassen. Zodat we, zodat we tenminste ruimte overhouden voor furnaces, voor furnaces in de toekomst. Want uiteindelijk in de toekomst moeten we die lange armen wel uitbreiden. Um, dat zit er echt wel in. Ik weet niet of ik ze ook zo ver moet uitbreiden. Maar ja, het moet gewoon een beetje uh, schaalbaar zijn, zeg maar. Dus daarom wil ik er graag rekening mee houden. Dus... Ik kan niet hier zomaar naar rechts gaan, want wij hebben hier al allemaal andere uh, transfer belts. Um, dan moeten we wel naar beneden, denk ik. En dan moeten we denk ik, helemaal hierheen. Dat is op zich niet erg. Nou, we krijgen natuurlijk nog een arm, hè? Tenminste, dat is wel het idee uiteindelijk. Dus, even kijken, hoeveel is het ook weer? Ik heb hier 15 in mijn hand. En hier gaat. Oké, okay, er gaan hier 12 tussen, zo te zien. Um, Oké, okay, nou, dan gaan we het op die manier gewoon even uitmaken. Dat lijkt me de makkelijkste manier. Uh, zo. Oeps, dus moet ik even zorgen dat ik er drie overhoud en heb ik er twaalf gebruikt. Ja, dus hier komt de volgende output. Daar moeten we ook rekening mee houden, want uiteindelijk wil ik toch echt wel een vierde kopperarm. Uh, dat lijkt nu nog echt heel ver weg, weet je, dat we dat daadwerkelijk nodig hebben. Oeh, hier moeten we eigenlijk onderdoor. Um, ja, kan dat wel. Nou, hoef ik me nu niet echt terug om te maken, natuurlijk. Maar, weet je, als we uiteindelijk speed modules gaan maken. is nu nog wel een beetje ver weg. Maar, ja, daar heb je gewoon heel veel circuits voor nodig. En dus heel veel copper je dus heel veel copper. Ja, dus dit is allemaal ruimte die we niet kunnen gebruiken. Um, en ik zit nu te denken. Ik had hier wel leuk die filter-inserter gebruikt. Ehm. Um, oh, dit heb ik hier nog met een chest. Is er helemaal niet permanent? Oh ja, ik moest. Ik wou weer een station doen. Dat was misschien eigenlijk handig geweest om eerst te doen, maar ja, we um, hebben nu in ieder geval de mogelijkheid om wat advanced circuits op te bouwen, ook al gebeurt het nog niet echt, want ik heb nog geen transfer belts opgezet. Laten we dat wel even doen. Gewoon even heel simpel, dat het direct in een chest gaat, want we passen het nog niet toe. Dus misschien wel, ja, dit moet toch naar beneden, denk ik. Hier is geen ruimte om er iets mee te doen, dus laten we het gewoon even in een iron chest gaan. Um, zo. Dan kunt, kunnen ze nu even produceren. Gewoon even dat we wat hebben. De setup is er. Alleen plastic moet nog uh, aangeleverd worden. Um, kijk, deze staat de verkeerde kant op. Dat is ook leuk. Um, Oké, okay, dus dan kan het nu tenminste door met produceren. Deze chest is dan natuurlijk wel heel snel leeg. Maar dan is de setup uh, er klaar voor, zeg maar. Oké, okay, hiermee moeten we naar beneden. En. Um, ja, het zou denk ik wel mooi zijn om. Zeg maar deze backup chest of deze buffer chest een stukje terug te halen um, want ja nu nu dit haal ik dus naar beneden en daar worden filter van geproduceerd maar die hebben nog geen dan he, deze buffer heeft geen zin voor die filter -inserters. dan kan het hier alsnog misschien makkelijk opraken als ze uh, de productie verhogen zeg maar dus ik wil gewoon voor de zekerheid um, dat er hier een buffer insert is en ik kan dat geloof ik zo niet doen dus ik moet het naar beneden doen um, nou, en belandt het hier in een splitter. En dan komt dat net uit. Want ik wil, uh, ik wil natuurlijk nog wel voor zorgen dat er uh, ja, naar uh, wat instructies naar boven blijven gaan. Want die hebben ook gewoon nodig voor de groene science packs. Um, dus dat kunnen we niet opeens stopzetten. Oh, wow. Wat een netwerk. Van, um, van hoe heet het? is het hier al. Van um, dingen. <laughs> ik kan even op het woord komen. Van uh, medium electric poles. En ook nog oude electric poles. Ja, het is echt een chaos. Eh... Uh, maar we gaan hier dus um, naar beneden. En ja, de advanced circuits moeten hier ook uiteindelijk heen. En ik zit nu te denken, hè? misschien is het makkelijker om gewoon uh, deze lijn... Hmm, kan dat niet? Nee, dat kan niet. Tenzij ik uh, deze chest... Oh, er zit niks in, dus die kan ik kan het makkelijk verplaatsen. Dat is mooi meegenomen. Uh, doen we dat even zo. Uh, ja, er hoeft niet, niet de special chest tussen, maar dat doe ik liever wel. Dan hebben we een buffer. En dit gaan we gewoon even lekker uitbreiden zo. Um, het is nou jammer dat het niet uitkomt. Hmm. <laughs> ja, wat doe je eraan? Um, het is jammer dat ik niet moet aanpassen, want het is niet meer symmetrisch. Maar ja, het maakt natuurlijk niet echt uit. Um, pak voor de zeker nog wat service erbij. Zo, so, uh, laten we het even zo doen. Uh, steel chest. Uh, hier. Zo, so, dit zijn eigenlijk allemaal tussenstapjes die niet heel interessant zijn. Uh, maar ik ben er bijna mee klaar, even kijken. Zo en nog even een, uh, iets van een electric pook, oké. Okay, dan kunnen we nu, tenminste, uh, zeg maar hier onderdoor. En toen waren we een andere kant belt weer op, en ik had geen girls, dus dat ga ik even op wel doen. Oké, okay, dit is wat ik nu heb uh, bedacht. Ik ben uh, eigenlijk, eigenlijk eerder aan de gang gegaan met uh, het plastic. Uh, ik heb hier eens dus een station, een heel simpel station, zijn maar vier inserters, en ja, met het idee dat er ook niet ...heel erg veel plastic in deze trein zal zitten. Kijk, 8 insurders is eigenlijk ook al overdreven voor deze trein eigenlijk. Als je kijkt hoeveel, hoeveel kopper daar eigenlijk ingaat. Uh, 47 per wagon was het blijkbaar. Dus echt heel erg weinig. Maar ik heb het uh, veranderd. Want eerst stond het op wacht tot je 500 kopper hebt. Maar dat vond ik te lang duren. Uh, dus ik heb het veranderd naar wacht tot 30 seconden voorbij zijn. En dat is een beetje met de andere trein in gedachten. Als deze trein hier aan het laden is, blokkeert hij natuurlijk het spoor. En ik heb hier maar één spoor. En dat is eigenlijk best wel stom van mij dat ik uh, dit station zeg maar op het hoofdspoor heb gedaan. Niet een of andere uh, uitstulping ervoor gegaan. Dus eigenlijk moet ik dat wel doen. Eigenlijk moet dit spoor uh, een beetje naar links. Dus dan zou het een beetje zo moeten komen. En Dan is hier ruimte voor een soort van bypass die er langs gaat. En dan hier weer samenvoegt of zo. Of gewoon verder doorgaat zelfs. Maar. Ja, het is een beetje stom eigenlijk dat ik daar niet aan heb gedacht. Um, dus ik ga het voor nu even werkend krijgen. En dan uh, weet ik niet hoe lang de trein op elkaar moet zullen wachten. Um, maar ja, ik weet niet hoe erg het is. Want hier bij de kopper, ik, ik bouw hier uh, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Of is het niet goed verdeeld onder de chests? Dat zou best wel gek zijn eigenlijk. Want ik heb hier... Splitter is misschien wat ik er iets uit had gehaald. Hier zitten er duizend in. Waarom? Waarom is dat zo? Misschien is het toch niet zo eerlijk als ik dacht. Nou ja. Er blijft wel... Um, er blijft wel gewoon... Een, een groot... Oh, uh, ik, ik, ja, het is niet dat we de kopper te langzaam aanvoeren. Dat is het zeker niet. Want we gebruiken daar ook maar heel weinig. En we moeten even kijken hoe dat met het plastic gaat. Um, maar ja, weet je. Ik ga het wel even veranderen naar... Ja, laten we 50 seconden doen. Want anders rijdt hij wel heel veel rondjes voor heel weinig kopper. Heb ik het idee. Um, ja, laat het, laten we het met 50 seconden even proberen. Um, dan is het misschien slim. Ik loop nu wel naar beneden. Maar is het misschien slim om boven... En ik kan nu overreden worden. <laughs> om boven even te kijken waar het uh, plastic station komt. En ik had dat al bedacht, geloof ik. Alleen nog niet gedaan. Oh, ja, ik wil dat hier hebben. En er zit het toch weer soort van... Op het hoofdspoor. Um, maar ja, misschien moet het hoofdspoor maar gewoon afsplitsen dan. Um, hoe, wat zijn onze mogelijkheden om hier nog af te splitsen? Dus dat we nog een extra spoor doen. Het is niet heel overzichtelijk allemaal. Um, zou dat passen? Hmm. hmm. Misschien als we dit van die iron weghalen of aanpassen. Misschien dat het dan daadwerkelijk wel past. Ja. Okay, haal ik dit even? Weg. Oh, hier ja, heb ik trouwens een auto. Die was ik al een tijdje kwijt. Kijken of we uh, dit voor elkaar kunnen krijgen. En dan hebben we nog een spoor ernaast. Maar dat is eigenlijk beter. Want dan uh, blijft er ook een hoofdspoor over waar treinen niet uh, op, op uh, andere treinen hoeven te wachten die in een uh, station staan. Uh, ik had echt niet verwacht dat dit zou passen, eigenlijk. Ik moet nog even kijken of het wel uitkomt met al die inserters en splitters en dat soort dingen. Uh, Hoeft, wat mij betreft, helemaal geen lang station te zijn. Uh, Oeps. Laten we wel weer even verbinden met het hoofdspoor. Um, ja, het is niet echt. Uh, uh, het is hierboven wel overzichtelijk, vind ik. Maar hier beneden vind ik het niet echt top. <laughs> uh, gewoon omdat ik geen rekening heb gehouden met dit station. En dit ziet er. Ja, ik weet niet. Dit ziet er ook gewoon een beetje maf uit allemaal. Maar hierboven gaat het wel. Oké. Okay. Trainstop hebben we nodig. Ik begin een beetje lek te krijgen als ik uitzoom. Ik moet eigenlijk gewoon mijn auto pakken. Dan hoef ik niet zo lang te lopen, steeds. Oké, okay, dus dit. Het is de bedoeling dat dit een beetje het hoofdspoor blijft, wordt, soort van. Um, in ieder geval het idee dat we dat een beetje overhouden. En als we dit zo doen, dan hebben we daar de locomotief en 1, 2, 3, 4. Nou, en ik heb natuurlijk geen materiaal ervoor. Um, maar wat ik dus net zei over het hoofdspoor, misschien moeten we dat maar um, zo af laten splitsen. Dus dat het zeg maar, ja, ik weet niet zeker hoor. Dat we het bijvoorbeeld hier pakken. Nee, ietsje meer naar beneden. Dat is beter. Um, dat we het bijvoorbeeld hier pakken. En dan zeg maar dat we het zo door laten gaan. En dan zou ik wel iets meer ruimte tussen de sporen nemen. Want dat is toch wel handig. Of ik zou gewoon. kan natuurlijk ook. Dan hebben we al helemaal veel ruimte tussen de sporen. Dat is eigenlijk alleen maar beter. Want dan kan je veel netter bochten maken en omdraaien. Dan hoef je niet steeds zo'n S-bocht te doen. Uh, ik zou ook gewoon. Dit zeg maar door kunnen trekken. Naar boven. Dus dan wordt dat het terugspoor en dan wordt dit het heenspoor. Zouden we kunnen doen. En ik heb nu misschien iets uh, een heel gebied uh, van uh, de stroom gehaald, zeg maar. Um, dat zouden we kunnen doen. Het wordt er alleen niet overzichtelijker op. Uh, maar ja, nee, ja, wat doe je eraan? Ja, ik had het. Het, het is leuk. Om die sporen zo dicht bij elkaar te doen. Maar dat werkt in Factoria gewoon niet echt. Omdat je altijd hele brede bochten hebt. En voor stations gewoon veel ruimte nodig hebt. Dus dan kun je beter wat ruimte tussen stations houden. Um, ja, dan zou je dit als hoogspoor hebben. En dit als hoogspoor. Dan zouden we hier dus geen station uh, doen. Ja, zoiets. Oké, okay, dan ga ik nu even voor zorgen dat ik wat materialen krijg. Ga ik dit even aanpassen. En dan kunnen we hopelijk hier plastic inladen. Oké, okay, er blijft niet echt ruimte over. Ik heb er gewoon een stack in, dus die kan ik gewoon produceren. Uh, misschien handig om daar hier eentje van te plaatsen. Kijk alleen hoeveel tijd het me kost om te craften. Uh, dat is belachelijk. Um, moeten we eigenlijk ook automatiseren. Maar ja, ik heb hier het station. Er bleef niet echt ruimte over, maar het past precies. En dit is hoe, co um, hoe compact ik die stations kan en zou moeten maken. Um, ja, dit is lekker aan het opbouwen. Zelfs goed is gelijk op moeten gaan. Lijkt er wel op. Min of meer. Um, en ik, het enige wat ik nu heb is deze chest. En dat komt... Dat komt... En hier zitten nog allemaal dingen in. Dat komt omdat we geen plastic meer produceren. En dat komt omdat dit wederom vol zit. Dus eigenlijk geen goede zaak. Uh, ik kan hier nog twee van bijcraften. Maar dat... Oh, ik heb hier zeven. Oké, okay, nou, dan laten we die even allemaal plaatsen. Voor nu... Kijk, ik doe nog niks met die light en dark oil. Dus ik moet dit maar gewoon uit blijven breiden. Het kan geen kant op. En uiteindelijk zit het gewoon... Aan zijn uh, capaciteit, zeg maar. Nou, nu zouden we wel. Oh, kijk, ik kan er nog zelfs eentje bij doen. Um, ja, even kijken. Dit gaan ze zich natuurlijk verdelen. Dat duurt even. Ja, dat duurt even. Maar, dus, maar als het goed is, zitten ze we nu wel half vol. Dus we kunnen wel weer even verder. Um, ja, dit is lekker aan het dalen. En er wordt weer plastic geproduceerd. Want ik wil wel, wel een beetje een idee krijgen van het tempo. De snelheid waarop we het uh, in dit station weten te krijgen. En nu helpt deze chest natuurlijk wel een beetje mee. Maar stel dat we dat niet zouden hebben. Hoe snel gaat het dan? ja, dat steeds iets heel snel eigenlijk. ja, um, yeah. ik, ik weet niet, misschien heb ik toch, ik, ik heb nu wel drie chemical plants, dat is meer dan in de vorige heb, maar misschien is het toch nog niet genoeg. en ik heb hier een uh, stekensor, dus laten we die hierbij doen. Ze dus wordt nog wel een beetje opgevoerd gelukkig. Uh, maar we gaan het er hier maar mee doen. En, uh, dit is op zich wel uitbreidbaar, maar het is een beetje rotig dat ik, uh, ja, want het zou dan een beetje onoverzichtelijk worden. dan, dan, dan heb je uh, plastic Zilver en dan hierna weer plastic. Maar het kan. Het kan zeker. En ik weet alleen niet of het met de. Uh, Transferbelt dan uitkomt. Ja, kijk, je zit ondertussen over de duizend. Dus dit stijgt zeker wel. Uh, hier bouwen we wel een mooie backlog op. Dat is zo goed om te zien. Net was 800. En je ziet hoe snel die trein klaar is met laden. Want het, ja, er zit gewoon niks in. Oké, okay, engine units heb ik nodig. En een heleboel andere dingen die ik eigenlijk voor alles nodig heb. Dus ik ga ervoor zorgen dat ik dat heb. En dan wat makkelijker dingen craften. Oké, okay, daar is de trein. Ik ga hem nu even instellen. Ehm. Um, Automatic. Oké, okay, dus we doen... Uh, Add station. En dit heb ik even oliedrafenaderij oost genoemd. En dan doen we... Ja, wat doen we eigenlijk? Wat zal ik doen? Zal ik weer time... Pulse... Iets uh, doen? Of zal ik item count doen? Um, ik denk dat we iets meer... Ah, ik weet eigenlijk niet of dat zo is. Laten we gewoon even beginnen met time pulse. En dan doen we gewoon 5 seconden. Dat is die andere trein. Even kijken hoe dat gaat. Um, Add station... Uh, circuit Circus heb ik het even genoemd. Ik vond het wel een grappige. Namen nou, doen we Inventory Empty. En ga vooral je gang. En ik weet niet wanneer hij nu gaat uh, vertrekken. Ja, weet je, ga maar gewoon dat is even makkelijker. Nee, gaat hij niet? Nee. Um, Oké, okay, dan moeten we dat even doen. Oké, okay, want ik weet niet zeker wanneer hij begint met die 30 seconden. En het is vast al wel lang genoeg geweest. Oké, okay, uh, dit is hem. Laten we even kijken hoe het gaat. Uh, ik kan er heen lopen, want het is even makkelijker. Ja, zo erg is het. En wat nou mooi zou zijn, als ik, als ik hier één transferbelt zou toevoegen, dan zou het net, net er over de baan verdeeld worden. Uh, dit is een heleboel. Maar ja, hij heeft dan ook echt veel tijd gehad om hier te laden. Maar weet je wat het is? Um, hier staat hier niemand in de weg. Dit is gewoon een extra spoor. Dit is hier gewoon een bypass. Dus er staat niemand in de weg. Dus we doen wel een andere weight condition. Laten we doen... Wachten totdat hij 500 plastic heeft. Dat kan hier best. Want um, hij zit niemand in de weg. Dus ik kan best wat langer wachten. Hier komen we blijkbaar in de problemen. Uh, we missen hier ergens een signaal. Moet als wel. Uh, anders ...dit zou geen probleem moeten zijn, zeg maar. Uh, hij zou niet daarop hoeven te wachten. Nee! Waar moet ik nog een signaal toevoegen? Is het hier? Ja, dat is logisch. Soort van. Ehm. Um, dus doen we even, wait until, ga ik even weghalen, doen we item count cargo van uh, plastic is 500. Laten we dat doen, set. Um, ja, en nu komen ze bij het probleem dat ze op elkaar moeten wachten. Ah, het is pijnlijk eigenlijk. En ik kan ze niet echt zo goed op elkaar afstemmen, want uiteindelijk loopt dat niet meer synchroon. Ik kan ze wel één keer goed neerzetten dat ze precies... Dat deze precies aankomt als deze net weggaat. Maar ja, deze baan is net iets langer. En hij wacht ook een andere tijd. Dus uiteindelijk loopt het dan helemaal niet meer synchroon. En dan werkt het allemaal niet meer. Maar nu hebben we in ieder geval een vorm van plastic aanvoer. Dat is fijn. En kunnen we nu aan de slag met filter inserters. En dat. Ja, weet je, ik, ik heb besloten trouwens om die vierde arm. Om daar geen rekening mee te houden. En dat is omdat we echt heel veel ruimte hebben voor deze drie armen. Het zou echt wel goed moeten komen met deze drie arm, denk ik. Oh. Oh nee. Oh nee. Er worden dingen. Het is weer op dezelfde plek. Nee. Uh, het is waarschijnlijk te laat om nu een uh, backup te maken. Maar we kunnen misschien terug naar een auto-save want Dat vind ik echt heel jammer. Ik ga het wel even kijken of ik het of camera kan oplossen. Ik hoop niet dat we weer een blackout krijgen. Dan ben ik echt heel teleurgesteld. Oh wacht. Er gaat hier iets vreselijk mis. Hier. Uh, 1300. Uh, wacht, wat klik ik op? 1300, 1300, 500. Dus blijkbaar pakken deze buitenste inserters ook uit de binnenste splitters. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dan wordt het niet eerlijk verdeeld. Dus vergeet wat ik eerder zei. We hebben wel een klein beetje extra ruimte hiervoor nodig. Dus het kan niet zo compact als ik dacht. Gelukkig hebben we nog precies één blokje over. Anders hadden we een beetje een probleem. Dus nu wordt het als het goed als weer eerlijk verdeeld. Um, ik heb trouwens wat meer turn signals toegevoegd. Of real signals. Uh, zou moeten helpen. Want net. Ja, Je zag daar beneden allemaal. Hierboven gebeurt het ook dat ze af en toe onnodig op elkaar moeten wachten. En hoe snel gaat dit? Oh, dit gaat zeker snel genoeg. Ik kom al makkelijk bij de 500. Maar ja, nu hebben we natuurlijk een goede buffer. En deze extra chest. Nou, die is, begint op te raken. Dus misschien dat we dan weer een beetje langzamer gaan. We zullen het zien. Nou, we zijn er al bijna. Dit gaat in ieder geval lekker snel. Um, ja, dus dat is een beetje waar we nu staan. Oh ja, trouwens. Ik was het al bijna weer vergeten. Maar het probleem. Ehm. Um, is opgelost daarboven bij de... Uh, hoe heet het? Bij onze power setup. Ik heb daar een turd geplaatst met een chest erin met 300 turds. Dus daar kan hij wel even mee verder. Het beste is natuurlijk om daar ja, turds op een uh, transferbelt heen te sturen. Maar um, ja, het is de vraag hoe hard dat nodig is. Um, ja, Ik heb er niet eens muren omheen gedaan. Want dat lijkt nooit echt nodig te zijn. Wacht, waarom produceren ze... Nou, ze produceren wel. Het gaat alleen heel langzaam. En we houden zo heel veel plastic ook over uh, maar ja dat weet het te veel dan te weinig en uiteindelijk gaan we toch waarschijnlijk meer van deze machines nodig hebben um, ja zelfs dus het één turret zou veilig moeten zijn voor nu uh, hoop ik want ik heb eigenlijk niet heel veel zin om daar met de transfer belt weer um, hoe heet het turrets heen uh, te sturen maar als het moet dan uh, moet het uh, maar we, we waren hier al een hele tijdje, be hele tijdje bezig met uh, filter inserters nou eerst vast inserters dat kunnen we nu doen um, Even kijken, hier gaat iets mis. Wat gebeurt? Oh. Oké, okay, ik dacht hier slim te zijn. Maar dit nee, dit is helemaal niet de bedoeling. Nee. Oh, ik dacht hier slim te zijn. Door ja, ik dacht we gaan van deze lange inserter over in een korte inserter dan dan het in deze chest. Het idee was dat um, de de um, Oh nee, <laughs> het idee was dat de inserters er dan in zouden komen. Maar nu zit dit helemaal vol met uh, deze dingen: Electronic circuits, Dat is helemaal niet de bedoeling. Oh nee, nu moet ik mijn hele inventory leegmaken. <laughs> ja, het is echt belachelijk om al die circuits op te pakken. Nou, zoveel ze er niet zijn, uh, want ik wil ze natuurlijk wel bewaren. En ja, ze moeten ergens heen. Het is echt heel erg suf. Um, ja, uh, gelukkig doe ik nu, doe ik nu op, op dit moment geen research. Anders had we een beetje tekort aan uh, science packs. Natuurlijk zit ze ook in deze chest. Oké, okay, dat zijn eigenlijk niet heel veel. Oh, het gaat natuurlijk gewoon door, hè. Ik, uh, het zit ook in deze chest namelijk. Um, ja, ik krijg een heel inventory vol met 1200 search. ik moet eigenlijk van deze kant alles gaan oppikken. Dan gaat het denk ik beter. Um, dit is heel jammer. Ik ga het oplossen en zorgen voor dat we vast uh, inserters produceren. Oké, okay, ik. Ik kan nu in principe filter-inserters gaan produceren. Ik heb het even snel voor gebouwd, want uh, ik hoorde het al heel graag af hebben eigenlijk al een tijdje geleden. Dus dit gaan we allemaal instellen voor valse inserters Die hebben we eerst nodig. Uh, we hebben niet echt materiaal ervoor. Het ding is, er komt hier niet genoeg iron, maar ik, heb er, ik ga hier gewoon een paar laten produceren, gewoon uh, om te zien dat het gaat. Um, en we kunnen dus al bijna aan de slag met derde science specs Alleen hebben we steel plates nodig. Ja, is dat even jammer? Want die produceren we helemaal daarboven. Um, ja, het is. Het blijft lastig om echt een map te maken die goed is neergelegd. Ja, en dat, dat, die staalproductie zit ongeveer. Ja, dat zit hier bij deze chest. Dus dan zouden we hier nog een station moeten hebben. Ja, dan is het toch echt duidelijk dat we een parallelspoor nodig hebben. Dus misschien dat ik dit gewoon. Um, allemaal opschrijf. Dit is van. Weet ik eigenlijk niet waar dat van is. Maar dit is, dit is van de labs. Dat kunnen we gewoon opschuiven. Dat ik dit gewoon zo doortrek. En... Um, dan gaat dit spoor dus weg. En dan is hier gewoon ruimte voor parallelsporen. Of meerdere parallelsporen zelfs, mocht het nodig zijn. Want ja, één station is al heel erg. Die plastic trein moet heel vaak op de kopertrein wachten. Maar ja, twee stations vlak achter elkaar. Dat gaat gewoon echt niet werken. Um, ja, ook kunnen we natuurlijk gewoon meer... Burnermind Gels toevoegen aan de koper, setup. dat zou op zich wel helpen, denk ik. Het is niet dat we echt een tekort aan koppen hebben, maar ik weet het. Het, het ziet er gewoon niet goed uit om al die lege ballen te zien. Ik heb trouwens wel de ijsproductie een beetje uitgebreid, maar het is nog steeds niet genoeg. Dat is jammer. En kijk eens hoe belachelijk weinig Burnermind jails ik hier überhaupt heb. Um, de ijsproductie is uitgebreid, maar het, ja, het, het is er nog steeds niet helemaal. Want zeg maar hier beneden. Hier komt gewoon geen ijzer. En dat is omdat ik geen split is. Dat is echt mijn eigen stomme schuld. Maar deze bovenste krijgen alleen Iron. En deze onderste krijgen niks. En dan wordt er niks geproduceerd. Al deze Electronic Circuits zijn afkomstig uit deze steel chest. En dat zijn er nogal wat van vroeger. Maar op dit moment wordt er echt niks meer geproduceerd. Dat is jammer. Um, dus ja. Ik moet er echt voor zorgen dat het gewoon vol is. Of ik moet het splitten. En ja, dat kan hij eigenlijk al niet meer. Uh, dat is eigenlijk heel suf. Hier heb ik een um, stack filter inserter. En die pakt alleen de elektronische circuits uit. Dus we zijn er bijna klaar voor. Alleen moeten we hier steel krijgen. En daarvoor moet ik een nou, station maken. En daarvoor moet ik dit hele spoorsysteem een beetje opnieuw doen. Dus uh, er gaat nog best wel veel tijd in zitten. Het is, is altijd lastiger dan verwacht. En het blijft een best lastig spel eigenlijk. Dus in de volgende episode is dat hopelijk het eerste wat ik doe. Um, dit spoorsysteem aanpassen zodat niet iedereen constant in de file staat. Uh, maar ja, dat komt dan wel later wel. Dus ja, dat was het alles voor nu. Tot de volgende episode.